Welkom bij Bardo's Filmgebeuren. Dit is de serie waarin Bardo zijn eerste echte film gaat maken en jij over alles meebeslist. Als dat maar goed gaat. In deze aflevering interviewen Bardo en Thomas John Doornik. Cast Bardo zijn hoofdrollen. En cast hij Thomas op een wel heel bijzondere manier. Let's go! Yo, what up gasten, het is woensdag, dus het is tijd voor Bardo's Filmgebeuren. En vandaag ben ik bij Thomas. Thomas is hier achter mij bij een productiebedrijf de voice-overs aan het doen van deze aflevering van Bardo's Filmgebeuren. Dus laten we hem opzoeken. Hey, deze plek herken ik. Hey, dat ben ik! Gozer! Yeah. Yeah. Alles lekker? Ja, zeker. Ik ben even lekker je voice-overtjes aan het opnemen voor Bardo's Filmgebeuren. Jij bent mijn voice-over? Ja. Jezus. Goed, hè? Ik dacht dus als Manuel Broekman of zo. Nee, ik was het altijd. Gewoon een onsuccesvolle YouTuber. Ik heb hier een brief. Dit ben ik, Thomas Smagge. Ik maak net zoals Bardo video's op YouTube en ik heb samen met Bardo ook de serie Kansloos gepresenteerd op Veronica. Ja, onze opdracht. Ik is zo'n jong. Nou, jij mag het voorlezen. Oh, maar, wat een eer. Hoi Bardo, het thema van vandaag is casting. Je mag straks langsgaan bij John Doornik Casting, waar John jezelf opwacht om je te gaan helpen met het casten van je hoofdrollen. Aan het eind van de aflevering mag je gast, Thomas dus, een keuze voorleggen aan de kijkers. Het zal mild zijn. Gelukkig. Dan kan ik mezelf casten voor alle hoofdrollen. Ik vind het helemaal goed. Let's go. John Doornik is een van Nederlands beste casting directors. Hij castte voor veel commercials en films. En hij zal Bardo helpen bij het casten van zijn hoofdrollen. Nou jongens, wij zijn hier nu bij John Doornik van John Doornik Casting. En wij gaan hier dus vandaag onze eigen casting houden. En wij hebben nog nooit een casting gehouden. En wat is nou een goede scène om te doen als je een casting gaat doen? Waar moet je op letten? Welke scène? Nou, dan gaan we samen met de regisseur kijken door het script, door het verhaal heen. De scène, wat een soort met een hele interessante scène is. Meestal waar een verandering in plaatsvindt. Nou, een zombiefilm. Juridisch zou ik dit transformaties zijn en nemen van gewoon iemand naar zombie. Kijk even, nou, we kunnen het begin doen van dat hij van normaal die schakel maakt, dat hij het normale leven laat en een zombie wordt. Een transformatiescène. Dus eigenlijk de sleutelscène voor een personage waarop alles omdraait voor zijn leven, dat is... Dat zou je kunnen, zo zou het kunnen zijn. En nu zijn wij wel benieuwd, jij hebt heel veel castings gedaan, alleen nu je ons zo hier ziet. Is er een bepaalde rol waar jij zoiets hebt van, oh, die hadden jullie twee moeten doen? Jou, Bardo, als ik je zie, heb een heel karakteristiek gezicht. Je lijkt me ook iemand die de lach aan de kont heeft hangen. Is zeer actief, spreekt veel met zijn handen en zo. Dus een helemaal een hypey gast. Je ogen liggen ook een beetje naar achter. Dus met een bepaald lampje en licht op je hoofd word je ook een slechterik. En als ik Thomas in een hokje zou moeten, is gewoon een leuke jongen. Je zou een heel goede geniepigerd kunnen zijn, omdat je het bij jou niet verwacht is. Nou, vandaag is dus de grote dag eigenlijk dat wij de casting moeten doen. Alleen voor de rol van Herman moeten we de hele casting nog doen. Is het mogelijk om die hier te doen? En wil je ook helpen eraan? Ik wil je een beetje helpen. Serieus? Ah, oh, super vet ouwe. Zullen we gelijk beginnen? Dus vandaag gaan wij bezig met de casting, omdat we vorige week natuurlijk het scenario hebben verzonnen. Ik heb nu typetjes verzonnen, een leuke verhaallijn. En dan is de casting de volgende stap die je moet maken. En bij de casting moet je natuurlijk mensen zoeken die passen bij de typetjes die ik heb verzonnen in mijn film. Vet. Wat een zieke ruimte, man. Thomas die gaat mij spelen. Okay. En we hebben nu een paar Hermannen, geloof ik, die Herman gaan spelen. Laat eerst maar komen. Let's go. Moviezone heeft een casting georganiseerd voor Bardo voor het casten van de rol van Herman. Herman is de huisgenoot van Bardo en Thomas in de film. Hey Herman! Guys Night. En wie ben ik? Blote gast met nepvleugels. Nou, kan wel wat beter, hè? Nou, kijk nou eens. Ja, Cupido. Bingo! Jackpot! Dat ziet er goed uit hoor. Hey, ik heb even wat advies nodig. Wat zou jij doen als je... ik heb een vriend die een meisje leuk vindt en... wat is dat? Er stond nog hier herstel. Ja, maar ik moet dat ook niet zeggen. Ik herstel mezelf. Gaat het? Oh, Herman!
laatste kandidaat voor Herman. Ik moet heel eerlijk zijn, ik was redelijk gespannen. Want ik heb nu die eerste drie gezien en wie de fuck wordt de vierde kandidaat voor Herman? Ik heb geen idee. Dylan! Hé? Hey, wat is het? Jij casting? Zeker! Hé, Herman! Guys Night! En, wie ben ik? Cupido. Bingo. Ja, hij ziet er goed uit hoor. Wat heb je daar? Had Cupido dat ook? Wat? Dit? Ah, oh, dat is niks man. Ik ben gewoon gebeten in de bus. In de bus? Anyway. Hij, die vriend van mij dus, ja. Die vindt een meisje leuk, maar zij is de vriendin van zijn beste vriend. Dat is lastig. Ja, precies. Ja. Maar wat zou jij doen in zo'n situatie? Neuken. Neuken? Het is wel de vriendin van zijn beste vriend, hè? Altijd neuken. Als ik denk aan seks, wat denk jij anders aan seks? Neuken. Wow, wow, wow. Kerel, dit is echt... Lijkt wel, ja. Oh! Wat gaat er goed? Oh, wacht even, man. Wow, wow, Dylan, wow. Rustig. Oh. Wow, wat een baasheid. Je hoort me van ons, man. Thanks. Thanks, ja. Nou, auf Wiedersehen. Doei. In de film zitten vier grote rollen. Allereerst ben ik er zelf, op de tweede plek is Thomas daar, op de derde plek is daar natuurlijk Herman. En op de vierde plek is er een nieuw personage, namelijk Sonja. Sonja heb ik zelf geschreven. Dus wie ben ik dan om niet een zoenscène te schrijven met Sonja? Vorig jaar deed ik mee met Max en Billy's Drillboard Machine Girl. Dat meisje was heel leuk, heel lief, heel aardig en ze heet Lisa Smit. En ik hoop zo ongelooflijk erg dat zij nu weer meedoet. Ja, maar tegenover Thomas. Ja, maar ik moet echt Thomas helpen. Ik moet. Oelala. Oh man. Dat was raar. Het was voor mij best wel duidelijk dat Lisa Sonja moest gaan spelen. Dylan die moet Herman spelen. Thomas die moet. En ik wil Bardo spelen. Dat was voor mij helemaal duidelijk. En waarom is het voor mij niet duidelijk wat Thomas moet gaan spelen? Ik wil weten of hij wel Thomas kan spelen. We moeten wel gaan, hè? Robert, jij ook. Oh, ja, we kunnen drie mensen voorin. Ja, jij rijdt? Jij? Ik moet met Robert lullen. Moet jij nou? Komen jullie maar voorin. Ja, kan jij even achterin? Door Thomas moet achterin dan. Oké. Okay. Ja, als ik me gewoon vasthouden dan. Ja, we kunnen wel een lampje aan doen. Ja, even rustig rijden. Cool, doen we een lampje aan. En hij is erin getrapt. Nou, let's go. Nou, je hoort het, Thomas zit dus nu nog altijd achter in de kofferbak. Hij heeft nog niks door. En hij denkt dat we nu ergens in Amsterdam rijden. Terwijl wij gaan nu naar de helling toe waar we gaan simuleren dat we bijna de kanalen inrijden. Oké, we gaan nu inparkeren, Thomas. Even goed vasthouden. Gaan we. En oh, god! Oh, fuck. Egelblikje, Thomas. Oh, laten we even snel naar buiten, kom. Egelblikje, Thomas. We hebben nu de achterban per ongeluk over een reling van het kanaal in Amsterdam geknald. Ja, godverdomme. Thomas, ben je er nog of niet? Ja, kan ik er niet uitklimmen? Thomas, rustig blijven. Blijf gewoon even rustig. Ja, ik wil. Wat, Bardo? Ja, er zit iets in die doos. Er komen productiespullen. Er zit dicht in die doos, hè, rustig. Oh ja, productiespullen grommen inderdaad. Oh, shit! Oh, wat verdomme! Bardo, what the fuck is dit? Oh, wat verdomme! Thomas, kom naar buiten, het is een prank.
Had je inmiddels wel door ongeveer? Wat een echte zombie. Wat moest je doen? Je was niet, dat was je casting, man. Je bent Thomas, je bent de rol gekregen. Was ik goed? Je was supergoed. Hoe jij in een hoekje gedreven werd met je wc-borstel. Fijn, ik dacht het echt serieus dat we eventjes even die... Serieus? Ja, even. Oh man, sorry. Dat ik die gegrommel heb. Je wel je koeien net dat ik daar... Nou Thomas, ik hoop dat je het niet al te erg vond, de nou, prank. Nou, je had me wel goed te pakken, zal ik heel eerlijk zeggen. Ah. Maar, nu is mijn momentje om de keuze voor te leggen aan de kijkers. Klopt, want jullie mogen de keuze maken voor de film. Wat gaat er gebeuren in de film? Nou. Ja, en jij wilde per se Dylan als Herman, hè? Natuurlijk, Dylan ja, is omdat cool. Jij mij dus genaaid hebt met die prank, ga ik jou nu een beetje naaien. Wie wordt Herman in de film? Dat is de vraag. Nee, jij wilt ja. Dus Dylan opnieuw kasten? Ja. A. Ah, duurt. Dylan Hagens. Ja. B. Henny Huisman. Henny Huisman. Henny Huisman. C. Chiron. Oh, die kleine van Kansloos. Ja, die kleine donkere jongen die oh, mooie records maakt. Hij zat ook in de vorige, vorige serie. Dus of het wordt Henny Huisman, of het wordt Chiron, of het wordt Dylan Hagens. Ja. Nou, leuk. Jullie mogen beslissen. Wie wordt Herman? Wordt het een knappe, jonge, blanke man? Wordt het een oude, blanke man? Of wordt het een hele kleine, getinte jongen? De keuze is aan jullie. Je kan stemmen. Linkje in de beschrijving. Volgende week woensdag nieuwe Bardo's film gebeuren. Tot dan. Jij bent echt een lul. Daar had Bardo me toch wel goed te pakken. Maar ik mag jullie gelukkig nu nog de keuze voorleggen. Wie wordt Herman? Is dat A. Dylan Hagens? B. Henny Huisman? Of C. Chiron? Tot de volgende week! Bye!